Nadat eerder de COVID-19 vaccins in Paramaribo zijn verstrekt, is in het afgelopen weekend een aanvang gemaakt met de vaccinaties in de districten. Op zaterdag 27 maart 2021 mochten burgers van Wanica en omgeving zich in het regionaal ziekenhuis Wanica laten inenten. Een dag later werd de district Nkeri aangedaan. Minister Amar Ramadin van Volksgezondheid zegt dat op dinsdag 10 april het district Brokopondo aan de beurt komt. Wij brengen nu enkele indrukken van het weekend. Hoe is het allemaal gestart, de landelijke vaccinatie? U bedoelt in Nkeri of gewoon? Nee, over het algemeen. Heel goed. In het begin hadden we best wel dat we moesten opstarten. Dus dat ging heel langzaam. Maar gaandeweg we meer vaccineerden, werd het steeds beter en haalden we steeds hogere aantallen. Steeds meer mensen waren bewust dat ze zich moeten vaccineren en kwamen in grote getalen naar de locaties. Dus het gaat steeds beter. U zei veel meer mensen komen. Op hoeveel zitten we nu, het aantal dat is gevaccineerd? We zitten nu op 22.377 mensen tot gisteravond die zijn gevaccineerd. Hoe is het allemaal in Nkeri begonnen vandaag? Vandaag is het best wel, de mensen melden zich. We hebben dus de afspraak dat de mensen om 8 uur zich kunnen aanmelden. Maar soms, ik had begrepen dat gisteren er hier al mensen waren om 4 uur in de ochtend. Hadden we alle rijvorming. Dus de mensen zijn heel erg gemotiveerd en komen in heel grote getalen naar een NTC voor hun prikje. Is het in Nkeri ook de doelgroep dat gevaccineerd wordt of mogen er ook anderen komen? Nee, we houden landelijk dezelfde doelgroepen nemen we in acht. Dus het gaat nog steeds om de 60-plussers en de 40-plussers met comorbiditeiten. We houden het een beetje strak, omdat we dus eerst deze doelgroepen moeten vaccineren voordat de andere leeftijdscategorieën in aanmerking komen. Nu er meer dan 22.000 mensen zijn gevaccineerd, gaat jullie campagne door? Of zeggen jullie van, nou ja, de mensen luisteren, dus het hoeft niet meer? We gaan nog even door met onze campagne. We hebben weer wat vaccin ontvangen. Dus we moeten sowieso doorgaan om de zoveel tijd wat meer mensen te kunnen vaccineren. Dus de campagne gaat door. En sowieso wanneer we onze tweede dosis gaan toedienen, gaan we het ook met een campagne doen. Hoe zit het met het binnenland van Suriname? Dan denk ik aan Sipaliwini, aan Tapanahoni. Ja, dus daar is een groep van de medische zending mee bezig. Die dan gaat starten om dat stukje dan... ze hebben ook al een heel plan uitgezet om naar de verschillende dorpen te gaan. En vooral de inheemse. Die zijn ook heel erg belangrijk, omdat die een hogere mortaliteit en morbiditeit hebben. Mijn naam is Somorejo Paul. Meneer Somorejo, waarom heeft u ervoor gekozen om zich te laten vaccineren? Kijk, wij willen blijven gezond zijn. En vooral met deze virus hebben we dan gehoord al een jaar wat er kan gebeuren. Kijk, je gaat het moeten doen, toch, om gezond te zijn. Om gezond te zijn dat er voor verdere verspreiding te voorkomen, is het nodig. Is een oproep. Van de PHO, ja, heb het goed? PAHO. En je moet komen doen wat je moet doen als mens. Ja, toch? Hoe bent u zelf omgegaan met de COVID-19 situatie? Nou, de protocollen. Hand sanitizer, mondkap, afstand. En geen handjes kunnen, elleboog. Dat is, we moeten dat volgen, de protocollen. Is normaal. We hebben net begrepen dat sommige mensen toch zich laten vaccineren, maar in een spanning zitten over dit alles. Bent u in een spanning? Nee, helemaal. Ik ben voorbereid. En als je dat doet, heb je geen spanning. Hoe heeft u zich voorbereid naar deze dag toe? Goed, normaal. Goed, normaal. Dus, goed gegeten? Jawel. Ja, ik ben een diabetes, dus ik moet dat doen. Goed eten. En dan hier komen. Rustig wachten op je beurt. En dan je ding doen. Wat vindt u van de behandeling tot nu toe? Het gaat goed. Het gaat goed. Het is alleen, je moet geduldig zijn.
Ja. Dank u wel, meneer Paul. Graag gedaan en werk ze. Mevrouw Mahabir, wie heeft u ertoe bewogen of wie heeft u geïnspireerd om zich te laten vaccineren tegen COVID-19? Ik ben uit mezelf gekomen, omdat ik van mening ben dat voorkomen beter is dan genezen. En als we de gelegenheid krijgen tot in de Kerry, waarom zouden we dat niet, waarom zouden we geen gebruik van moeten maken? Toch zijn er mensen die een beetje twijfelen over dit vaccin. Wat zegt u tegen de mensen? Ik zou zeggen, je moet gewoon geloof hebben in het positieve gedeelte daarvan. Nou, er is heel veel ophef erover. Maar we moeten kijken in welke mate dat op waarheid berust. En er wordt, denk ik... Ik heb tenminste het online formulier ingevuld waarin er toch wel duidelijke vragen worden gesteld. Als je allergisch bent, als je chronische ziekte hebt. En ik denk dat er hier ook wordt nagegaan of je eigenlijk wel dat zou moeten nemen en wanneer je eigenlijk een risicofactor zou zijn. Heeft u iemand in uw familie gehad of iemand dicht bij u gehad die besmet is geraakt met het COVID-19 virus? Ja, in Nederland wel. Familie dat in Nederland zit. En hoe bent u daarmee omgegaan? Ja, in het begin heel rustig gebleven en hopen op het beste. Want COVID, besmet raken met het COVID wil niet zeggen dat je ten dode bent opgeschreven. Dat hangt helemaal af van je eigen weerstand. En het is altijd goed om zowel een ziek persoon als een gezond persoon om altijd aan je weerstand te werken. Bent u ontspannen om het prikje te halen? Ja hoor. Dank u wel, mevrouw Mahabir. Ja hoor, graag gedaan. Meneer Djibout, u bent vandaag komen vaccineren. Wie heeft u ertoe bewogen om dit te doen? Eigenlijk is het zo dat indien mensen van hogere hand dit voorstellen en mensen die belast zijn met de vaccinatie zelf, dat ze dat ook willen hebben, dan zeg ik, hey, dat ding is goed. Je hoeft niet meer na te denken. Ja? De mensen die ermee belast zijn, die hebben alles al uit de doeken gedaan. Je gebruikt je verstand nu, of je wil gaan of niet. Maar als je wil gaan, dat is dat je prijnen gaat tramalibi toe. Ja? Maar te jude, die kan move, makkelijk minder is, maar je zegt dat, hey, ik heb een vaccinatie, en ik vind een tramal, ik kan gaan dat, hey, dat ik kan motiveren, man. Ik kan tegen gaan dat, hey, go boy, te kassani, en ook je wil gaan. Maar de hele gemeenschap vakken. Wat vindt u van de behandeling tot nu toe? Prima. Heel goed. Niks te klagen. U hoeft niet lang te wachten? Helemaal niet. Ja? Als die rij lang is, logisch, dan moet je wel wat... ja, ik begrijp me nog een gebrek aan woord toe. Ja. In wachttipje zo. Heel eenvoudig. Ja. Bent u helemaal ontspannen om het prikje te halen? Tuurlijk. Tuurlijk. We hebben geen motivatie meer daarvoor nodig. Sinds ik kon, ja, dat want ik denk bij Wana Spoiti. We gaan gewoon non-stop door met het vaccineren. En de verwachting is dat we nog 2 tranches van die 24.000 volgende maand en die maand erop krijgen. Althans, kopen. Laat ik het zo zeggen. Het is niet meer krijgen. Gratis is altijd leuk. Grant, maar we hebben goede hoop op het vaccinatieproces, de campagne. Als minister van Volksgezondheid bent u tevreden van wat u hier heeft gezien bij Wanica ziekenhuis? Want KKF is smooth gegaan, 2 weekenden lang. Bent u tevreden van wat u hier heeft aangetroffen? Ja, dus wat wel belangrijk is te weten dat Wanica dus ook al meedeed bij KKF. Dus ze zijn ook daar getraind. En feitelijk is het hetzelfde team. Weliswaar opgesplitst in 2 nu. Eén deel in Wanica, één deel in Kerry. Dus we zien ook Wanica. We hebben medische zending. Ik zie de Rode Kruis. Ik zie AZP. Ik zie verschillende organisaties. Lions zag ik ook volgens mij. Die bezig zijn met de organisatie. Er is een goede flow. Van buitenuit zag je dus wel een file van auto's. Verwachtbaar. Maar de flow is binnen is heel prima. Ik heb net van de directeur een goede rondleiding gehad. In het Wanica ziekenhuis. En ik ben wel tevreden met wat ik zie. De mensen zijn gemotiveerd. Niet alleen degenen die geprikt worden.
maar ook het personeel, de mensen die zich inzetten voor het team. En dat doet goed, dat stemt goed. Ik zie ook dat er is gezorgd voor wat fruit en yoghurt en water. Dat is ook goed mede namens het bedrijfsleven. Die zijn we ook zeer erkentelijk voor de inzet. Kijk, wat de bedoeling is dat iedereen in Suriname uiteindelijk gevaccineerd moet worden. Dat willen we. We willen zoveel mogelijk. Voor mij part 100%. Maar dat is onmogelijk, omdat we weten dat de trials boven 18 jaar zijn. Dus sowieso is iedereen onder 18 jaar nog niet aan de beurt. De trials zijn wel gaande. Maar van 18 naar boven willen we minstens 80% vaccineren. En wat wel belangrijk is te weten, we hebben een plan. We hebben maanden aan een plan gewerkt, samen met de PAHO, om te komen tot een uiteindelijk vaccinatieplan. En daarin is duidelijk genoemd dat we de strategie hebben om de meest kwetsbare groepen als eerste te vaccineren. Dat heb ik vorige week ook uitgelegd. Ik weet dat iedereen staat te popelen. Ook de jonge mensen staan te popelen. Maar iedereen komt aan de beurt. Laten we even geduld hebben. Ik heb net aangegeven dat er continuïteit is van vaccin. Er is continuïteit van bevoorrading. We hebben ook heel veel andere vaccins op het oog op dit moment. We hebben hele goede gesprekken gehad in het weekend met CARICOM over mogelijke nieuwe vaccins, waar ik nog geen details wil prijsgeven, omdat het vaccin nog niet is goedgekeurd door de WHO. Maar ik moet zeggen, we hebben wel zekerheid. En ik ben er verzekerd van, met de inzet van ieder, dat wij met onze populatie van nog geen 500.000-600.000 en waar we nog geen miljoen doses nodig hebben, dat wij hopelijk hoor, ik wil heel positief zijn en optimistisch, dat we nog voor eind december 2021 met een goede bevoorrading van vaccin en een goede animo en een goede wil van personen, dat wij de populatie kunnen inenten en daarmee die bescherming kunnen bieden in de samenleving. Goedemorgen meneer, hoe gaat het met u? Het gaat wel. Heeft u al het COVID-vaccin gehad? Ik heb al gekregen, ja. Waarom heeft u ervoor gekozen om dat te doen? Het is niet misschien, het is voor mijn gezondheid. Het is voor mijn gezondheid. Ik ga een verlenging krijgen hè, voor die ziekte. Hè. Als ik krijg, ik bedoel. En voelt u zich goed tot nu toe? Ik voel me ook goed, ja. Ik ben net geprikt voor net, hoor. Wat vindt u van de behandeling die u heeft gehad tot nu toe? Heel correct hoor, ik mag niet liegen. Alles is goed. Wat zegt u aan de mensen die nog moeten komen prikken? Ze moeten hier komen, ja. Ze moeten verplicht prikken. Vooral heeft zo'n leeftijd als mij. Zo'n leeftijd, 65 jaar. Ze moet moeite doen. De jongeren ook, en niet alleen de oude. De jongeren ook. Dat bedoel ik. Dank u wel en een fijne dag. Alsjeblieft, dank u wel ook. Wie allemaal al het COVID-prikje heeft gehad, goedemorgen mevrouw. Goedemorgen. Hoe gaat het met u? Het gaat. Mogen we weten hoe u heet? Ik ben mevrouw Annemarie. Mevrouw Annemarie, u heeft het COVID-prikje al genomen, het COVID-vaccin. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Nee, ik heb het nog niet gehad. Oh, u bent nog wachtende? Oké. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Punt 1, ik zie het als een normale vaccinatie, zoals elk kind het heeft gehad. En punt 2, voor mij is het heel emotioneel vandaag, omdat ik mijn man ook heb verloren. Dus daarom dat ik het ook neem. Ja. Welk advies wilt u aan mensen geven die nog twijfelen? Ja, zie het gewoon normaal als een normale vaccinatie, die elk kind moet krijgen. Vanaf de geboorte, zo zie ik het. Omdat het wereldwijd ook is. Dus ja, dat zou ik zeggen. Heeft u een goede behandeling gehad tot nu toe? Ja, toch wel. Toch wel, ik mag niet klagen. Omdat ik me dan ook online heb geregistreerd, is het dan ook sneller gegaan. Daar waar je moet aanmelden. Dank u wel en heel veel succes straks als je het prikje haalt. Ja, dank u wel. Fijne dag. Dank u wel.
We zoeken nog heel even 2 of 3 mensen die we gaan interviewen. Goedemorgen meneer, hoe gaat het met... Goed. Heeft u het COVID-19 vaccin al gehad? Ja hoor, zo even. Hoe voelt u zich? Goed, goed. Waarom heeft u ervoor gekozen om dit te doen? Wat zei? Waarom heeft u ervoor gekozen om dit te doen? Nou ja, voor uw eigen veiligheid. Toch? En wat zegt u aan mensen die nog twijfelen? Nou, ze moeten aan het komen. Zij moeten aan het komen. Ik wil eigenlijk niet, maar mijn kinderen zeggen, je bent verplicht te gaan. Ik heb gekozen om te laten doen. En u voelt zich prima? Huh? Ja. U voelt zich prima? Ja, ja, ja. Dank u wel en een fijne dag. Jullie ook hoor. Dank u wel. Nou, we zoeken nog 1 persoon om te vragen hoe het allemaal is gegaan. Goedemorgen mevrouw, hoe gaat het met u? Goedemorgen. Goed. Heeft u intussen al het COVID-19 vaccin gehad? Jawel, jawel. Aha. Hoe voelt u zich? Goed. Ik voel me goed. Tot nu toe dan. Ja. Wat vindt u van de behandeling dat u heeft gehad tot nu toe? Goed, alles is vlot verlopen. Ik ben er blij mee. Heeft u online geregistreerd of bent u naar hier? Ik heb het ter plekke gedaan. Ja. En het is aardig gelukt? Zeker weten, ja. Er zijn toch nog mensen die twijfelen om het COVID-19 vaccin te halen. Wat zegt u aan die mensen? Hoeft niet te twijfelen eigenlijk, toch? Het is voor ons eigen. Ja, best wel, toch? Ja. Er zijn toch nog mensen die de maatregelen zeg maar een beetje vertrappen en zich niet aan de regels houden. Wat wilt u aan hun zeggen? Het is goed dat ze nog doorgaat met de maatregelen. Dat vind ik prima.